Maarten, je bent nu een paar maanden verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet als wethouder. Hoe kijk je nou aan tegen die wet? Wat betekent die voor jou? Ja, ik zie die nieuwe wet als een goede grote kans voor de stad. En ja, dat was al toen ik hier binnenkwam. In Dordrecht werd ik geconfronteerd met de nieuwe werkwijze die in een organisatie zit. En dat is een hele mooie werkwijze, want het is werken vanuit de bedoeling. En ja, dat merk ik ook als raadslid de afgelopen 4 jaar. Ja, wil je toch eigenlijk vooral concrete resultaten boeken met die stad. En natuurlijk zitten daar regels omheen, maar ja, die regels zijn er om te faciliteren dat je uiteindelijk het beste bereikt voor die stad. En dat is precies de filosofie van die Omgevingswet. Dus die wet borduurt volgens jou ook voort op een beweging die we in Dordrecht al hebben ingezet? Ja, ja, inderdaad is het voort op een beweging die we hebben ingezet. En dat is ook heel erg belangrijk, want enerzijds heb je natuurlijk met die wet gewoon een aantal formele dingen te regelen. Je omgevingsvisie en een aantal andere instrumenten die je gewoon moet doen in de organisatie. Maar ja, net zo belangrijk is zorgen dat je ook die manier van werken daarmee, dat je die jezelf eigen hebt gemaakt. En zie je dat ook als de grootste prioriteit? Is dat voor jou de grootste prioriteit om iets te doen met die manier van werken, om die te veranderen? Ja, vooral ook politiek bestuurlijk. Want je ziet nu in de Raad, dat heb ik nogmaals zelf ook ervaren, dat je aan het einde van het traject er nog weer eens nieuwe denkbeelden ontstaan, waardoor een ontwikkeling alsnog aan het eind strandt. En dat lijkt mij de mooiste uitdaging, om te zorgen dat we als raad en als college zorgen dat we die discussie ook samen met de projectontwikkelaar en de omgeving helemaal aan de voorkant hebben. Dat we daar hele goede kaders vaststellen. En levert het dan ook een bijdrage aan de versnelling van de bouwopgave? Ja, en daarmee maakt het inderdaad, zorg je, omdat dat besluitvormingsproces meer aan de voorkant zit, zorg je ook dat je sneller kan ontwikkelen in de stad. Maar ook tegelijkertijd, omdat je dus zo mooi aan de voorkant dat draagvlak creëert, niet met verlies van draagvlak. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat zeker in Dordrecht met een grote ambitie in heel veel woningbouw, dat heeft nogal een impact. Heel veel mensen krijgen nieuwe buren erbij. Dat ze zich ook aan de voorkant in zo'n proces gehoord voelen over hun omgeving. Ja, en wie kent hun eigen omgeving beter dan degene die daar dagelijks in verblijft? Als het gaat over de invoering van de wet, waar liggen dan jouw prioriteiten? Waar zouden we de eerste mee moeten starten? Ja, we moeten, hier in Dordrecht gaan we nu met een omgevingsvisie aan de slag. En daarnaast moeten we gewoon zo snel mogelijk met elkaar gaan oefenen. En dan is het vooral ook belangrijk om met elkaar, dus de raad, college, maar ook ambtelijk, te zeggen van nou, we gaan nu samen die manier van werken gewoon doen. Dus we gaan heel veel oefenen de komende jaren. Ook oefenen met een kleine gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld? Ja, ik denk zeker dat het slim is om gewoon pilots te draaien inderdaad. En concreet met gebiedsontwikkeling aan de slag te gaan. Waar liggen voor jou de grootste valkuilen bij de invoering van de wet? Ja, dat is grootste valkuil is als we er alleen maar procesmatig naar blijven kijken. Dus we moeten een aantal processtappen zetten. En dat moet ook goed gebeuren in de organisatie. Maar het zou een valkuil zijn als we alleen daarmee bezig zijn en dan vanaf 2021, als die wet er eenmaal is, daarna gaan handelen. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Wanneer ben jij tevreden? Ja, ik ben tevreden als we dan een omgevingsvisie hebben liggen. Maar ik ben eigenlijk pas echt tevreden als we door al die pilots die we hebben gedaan, kunnen zeggen dat die Omgevingswet, de manier van werken, echt in ons DNA zit. Dus dat we niet langer plannen maken, maar dat we plannen mogelijk maken.